Johan Franke, goedemiddag. Nu zijn we in Wijnhandel het Vliegend Hert aan de Dam. Een mooi historisch gebouw. En jij hebt weer een aantal brieven en je hebt een boekje nu. Dit zijn brieven die komen ditmaal niet uit de West, maar uit de Oost. Het gaat allemaal om brieven die vanuit de VOC-vestiging in Bengalen zijn gestuurd. Het zijn drie brieven en een schoonschrift. En het gaat dus om Zeeuwse VOC-ambtenaren die aan hun familie schreven. En twee van die vier brieven, en daarom zitten we hier heel passend in een wijnverkoperij, gaan over wijnsmokkel. Want dat is wel bekend. VOC vergaan onder corruptie. Dat gaat vooral over eind 18e eeuw. Dit speelt ook in 1780. Twee van die briefschrijvers bedrijven op ruimhartige wijze wijn- en biersmokkel met familie in de Republiek. En dat wordt daar in Bengalen verkocht. En dit is een uitgave van de ZB en het valt ook in een ZB-reeks. Dit is de zogenaamde PPF-reeks. En hoe kunnen de geïnteresseerden dat boekje bemachtigen? Is dat te koop bij de bibliotheek of in de boekhandel? Het is te koop bij de boekhandel hier in Middelburg, maar ook bij de klantenservice van de bibliotheek. Oké, dan kan je de prijs ook wel gelijk even noemen. Dan. Het kost €6,95. Nou, dat is geen geld. Hè? Dat is een beetje, tijdschrift is vaak nog duurder. 80 pagina's, dus dat is heel goed. Niet te veel voor een boekje. Maar kan je kort iets zeggen over de inhoud van die brieven? Want er zitten er dus drie in. Dat corruptie onder de VOC-ambtenaren toch wel wijdverbreid was en dat iedereen toch wel een slaatje overal probeert uit te slaan. Dat blijkt het meest uit het grootste verhaal, dat van Gregory Herklotz, die was onderkoopman. Alleen aan het eind van de Vierde Engelse Oorlog, maar dat is later dan deze brieven, is hij uiteindelijk opgeklommen tot de belangrijkste man in Bengalen. En dan wordt zijn salaris ook behoorlijk opgeschroefd. Alleen het blijkt ook later dat hij met die wilde absoluut niet kan leven. En zijn vrouw ook niet overigens. En hij wordt dan ook weer teruggezet in zijn functie door de heren 17. Wat uit deze brieven blijkt is hij onderhoudt wel warme familiebanden met zijn twee zussen en twee broers die hier in Middelburg wonen. Die drijven hier ook zo hun handel. Hij correspondeert dus vervolgens over die handel met die wijn en dat bier wat hij in Bengalen verkoopt. Hij geeft ook aan dat hij liever wat ander bier wil, want het bier wat hij daar verkoopt op dat moment, dat was kennelijk nogal bitter en zwaar en dat scheen daar niet zozeer de smaak te zijn. Herklotz is natuurlijk geen Zeeuws of Nederlandse naam. Hij kwam uit het noorden van Duitsland oorspronkelijk, die familie. Ze hadden zich hier in Middelburg gevestigd in de 18e eeuw. Hij was dus uiteindelijk via de VOC in Bengalen terechtgekomen. En zijn familieleden, zijn twee zussen en zijn broers, die werkten hier. De ene had een hoge functie bij de kerk, de andere was handelaar. Die had heel veel pakhuizen in de Schuttershofstraat. Grappig is dan om te lezen dat hij stuurt bijvoorbeeld pakjes naar huis en uit de briefwisseling kun je dan opmaken, want het gaat in totaal om 7 brieven die hij heeft geschreven, dat er enorme ruzie is gemaakt door die twee zussen over wie wat kreeg uit de pakjes. Ja. Kennelijk had hij dat niet duidelijk genoeg aangegeven. Dat soort zaken. Dat klinkt interessant. Dus vanaf nu te verkrijgbaar in de boekhandel en bij de bibliotheek.